gefeliciteerd met je verjaardag en gefeliciteerd met deze wedstrijd. Ik denk dat jullie kregen waar je recht op had, hè? Ja, ik denk dat we vandaag beter waren, maar het is nog niet gedaan. We moeten zonder er weer staan. Ja, maar jullie creëerden kansen en je scoort ook, waar jullie nog wel eens moeite mee hebben dit jaar. Ja, klopt. Ik vind dat het wel op het einde van het seizoen beter gaat. En we komen aan de kans en we maken ze nu ook af en toe lekker. Ja, en in het verleden, jij speelt hier voor het eerst, maar in het verleden nooit van Groningen gewonnen in de play-offs. Dus dat is ook lekker. Ja, het is de eerste keer. En kijk, zondag moeten we natuurlijk nog er staan en het is nog niet gedaan. Het is wel een bijzonder seizoen voor jou, denk ik zo. Je wint een zilveren schoen, je doet het fantastisch, wint het Di Tommaso-trofee. Ja, het gaat allemaal heel snel. Kijk, ik hoop dat ik volgend jaar kan bevestigen en dat ik er volgend jaar ook sta en eerst die play-offs winnen. Ja, want die laatste goal die je maakte kan wel heel belangrijk zijn, hè? Ja, het was heel veel geluk, maar het was wel belangrijk, ja, zeker. Oké, gefeliciteerd. Tom, gefeliciteerd. We zagen net feestende beelden in de kleedkamer. Ook een beetje opluchting toen die 3-1 gescoord werd. Ja, hè? Nou, ik denk dat je makkelijker met 3-1 richting Groningen vertrekt dan met 2-1. Ja, jullie hebben dit jaar moeite met scoren. Maar vandaag creëerde je genoeg kansen en je scoorde eindelijk eens. Je scoorde ook 3 goals. Dat lijkt me ook wel lekker. Nou, zeker. Had ervoor al kunnen vallen met Azar de bal op binnenkant paal. Dan is het vlak voor tijd. Normaal is altijd Groningen wat hier in de blessuretijd scoort. Nou, nu zaten wij een keer aan de gelukkige kant van de score. En ik denk ook terecht. Nou, was je verbaasd over hoe makkelijk het ook, nou ja, hoe goed jullie het via de zijkanten uitspeelden en voorin konden uitspelen? Nou, wij vonden, zeker in de eerste helft, hebben we kunnen rust aangegeven dat we nog meer de wisselpaas moesten hanteren. Dat steeds aan de andere kant de ruimtes lagen. Ja, oké. En we hebben vrij agressief gespeeld. En ik denk een echt Engelse pot. Ja, en maar goed, je 3-1 is op zich een hele goede uitgangspositie. Ik denk dat je vooraf hiervoor getekend had, toch? Als je met 3-1 thuis wint hier van Groningen, omdat het is ook al gememoreerd door jezelf van een angstkekene. Nou, dan denk ik dat je iets geruster naar Groningen toe gaat. Maar dat wil niet zeggen dat het daar een appeltje eitje wordt. Want we weten de kracht van Groningen in de thuiswedstrijden. Dus dat zal nog een heet middagje worden, denk ik. Ja, en ze missen nog ook al wat spelers. Lovre is er niet bij, Agilor is er niet bij, Stenman er niet bij. Ja, dat weet ik niet. Lovre heeft zijn jukbeen gebroken. Oké. Okay. Nou, wij inventariseren ook. Bij ons zijn er ook een paar kneuzingen en een paar tikken. En oké, we gaan morgen eens kijken hoe dat er verder voor staat. En dan kijken naar zondag toe. Goed, ik wens je veel succes daarmee.